Goedenavond. Vanavond zijn de uitreikingen voor de Junior Gouden Kalveren 2011. En dat niet alleen. Er was ook een avond helemaal besteed aan Vlaamse cinema. Maar nu eerst een terugblik met gast van het jaar, Frans van Gestel. Ja, veel films, veel gepraat over film, veel rondhangen. Maar ook eigenlijk, het is heel lullig om, of truttig om daarover te hebben, maar het was volgens mij het mooiste, qua weer, het mooiste filmfestival ooit. Ik ben behoorlijk moe van alle festiviteiten en activiteiten. En ik loop van het een naar het ander en dat is hartstikke leuk, maar chaotisch. En ik loop nu wel echt op mijn tandvlees. Je mag als gast van het jaar je favoriete 10 films laten zien. En die mag je ook inleiden. En het is toch wel heel... het ontroert me wel als ik dan een moeilijke, relatief moeilijke film als The Return hier laat zien. Een Russische film. Dat de zaal dan helemaal vol zit en dat mensen... die komen dan op een bloedhete dinsdagmiddag komen ze naar zo'n film kijken. De zaal uitverkocht. En zijn ontroerd, vinden de film prachtig. En dat ik... mensen kan laten delen in hetgeen wat ik mooi en belangrijk vind. Dat is een mooi gevoel. Dan hoop ik zeer dat Paula van der Oesten de Gouden Kalf wint voor de regie van Black Butterflies. En dan gun ik verder alle genomineerden en medegenomineerden alle geluk van de wereld. Dat is wel een beetje een braaf antwoord. Ik ben ook een hele brave jongen. Goed nieuws vandaag voor onze zuiderburen. Op het Nederlands Filmfestival was vandaag een programma dat in het teken stond van de Vlaamse cinema. En dat wordt zeker en vast een uiterst interessant programma. En dan nu een filmpje. Waarde filmliefhebber. Als ambassadrice van de Vlaamse film op het Nederlands Filmfestival voel ik mij genoodzaakt om het volgende met u te delen. De Vlaamse cinema-mensen, het is prachtig, maar de Nederlanders, ze weten het niet. De Nederlandse cinema, die is toch fantastisch, maar in Vlaanderen, ze hebben geen idee. Ja, ik denk dat de Nederlandse film zelf, zeg maar, in de afgelopen 20 jaar, zelf, zeg maar, zijn markt nog heeft moeten bevechten. Nou, die is nu vrij stabiel. De Nederlandse film wordt goed bezocht. En in Vlaanderen is hetzelfde gebeurd met de Vlaamse film. En ik denk dat het nu tijd wordt om even die grens over te gaan. En in plaats van mekaars films te remaken, zoals Loft en Anders is Liefde. Gewoon meer te zorgen dat in Nederland de Vlaamse film beter wordt bezocht. En in Vlaanderen de Nederlandse film. En ik roep u, Vlaamse en Nederlandse filmindustrie, op. Sla de handen in elkaar. Bundel uw krachten. Zorg ervoor dat alle Nederlanders naar die Vlaamse film willen. En alle Vlamingen naar die Nederlandse film. En die films worden op de een of andere manier niet goed gedistributeerd in Nederland of in Vlaanderen. Omdat het publiek er gewoon geen radar voor heeft. In Nederland denken we wel, oh, er komt weer een nieuwe Almodovar. Oh, er is een nieuwe Woody Allen. Maar er moet ook een radartje komen. Oh, er komt weer een nieuwe Vlaamse film. Want echt, de filmindustrie gaat er schoner, rijker en fantastischer op worden. Geloof mij. En terwijl achter mij een aantal zenuwachtige pubers met een jointje een beetje proberen op adem te komen, staan wij hier voor Tivoli te wachten op de uitreiking voor de Junior Gouden Kalveren. 471 leerlingen zijn hier vanavond. Die hebben allemaal meegewerkt aan een korte film en er worden vanavond 6 kalveren uitgereikt. En wij zijn natuurlijk hartstikke benieuwd wie die gaan winnen. Doe eens normaal. We staan hier tussen de jury voor de Junior Gouden Kalveren. En zijn jullie ook zo nerveus als de kinderen? Ja, ik ben best wel nerveus, ja. Kunnen jullie nog verklappen, is er één talent wat ertussen zit waar we echt we nog veel van gaan horen? Die we op het andere rode lopertje zien over een paar jaar? Dat is dan ook mijn favoriet. Het meisje dat de beste actrice gaat winnen. Dus die kunnen we nog wel in een film van Kees van Nieuwkerk gaan zien in ja, de toekomst? Ja, zeker. Ik heb al contact met de agenten. Oké, heel goed. Is dat bij de prijzen inbegrepen ook? Wat? Nou, als je ze een kalf geeft, dat ze ook een rol in een film krijgen. Ze krijgen een iPod, geloof ik. Een iPod? Denk je dat je een diva wordt als je Gouden Kalf wint op deze leeftijd? Nou, ik denk het niet, maar ik zou het wel leuk vinden.
een diva te worden? Nee, om een Gouden Kalf te winnen. Oh, gelukkig. Oké. We gaan nu kijken naar de uitreiking voor het Junior Gouden Kalf voor beste actrice. Verdiend gewonnen, denk ik. Verdiend gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat gaat er door je heen? Helemaal shaking. Ja, ik vind het echt superleuk. Ja, echt heel leuk. Waar ga je hem neerzetten? Ja, ik weet niet. Mag ik hem neerzetten of moet hij op school komen? Ik weet het niet. Je moet hem gewoon zelf voor jezelf houden. Ja? Ja, nou beste actrice, toch? Ja. Nou, niet de school van de beste actrice. Nee, maar ik weet niet. En mijn hele groepje natuurlijk, maar ja, ik vind het echt heel... Ja, ik denk in de kamer. Ja, dit was het weer voor vandaag. En op dit moment worden de Gouden Kalveren uitgereikt. En maandag kun je zien hoe het er op de Rode Loper aan toe ging. Prettig weekend. Ik ben onderweg, onderweg, onderweg. Ik ben onderweg.